2 november begint Wildlands Backstage. En ik wil jullie alvast even meenemen op een klein voorproefje bij ons achter de schermen. Zwinters zit een gedeelte van onze dieren binnen. Dat is voor die dieren heel fijn, maar voor de bezoekers ietsje minder, want die kunnen die dieren dan niet zien. Vandaar dat we ook voor jullie de savannestal geopend hebben. Naast de dieren hebben we natuurlijk nog veel meer locaties achter de schermen waar wat gebeurt en waar jullie kunnen kijken. Nu staan we bijvoorbeeld bij de decoratuur. En hier staan we bij de waterfabriek waar ons water wordt gezameld. We staan nu bij de dieetkeuken en we kunnen binnen even kijken hoe het eten voor ze wordt bereid. En inmiddels zijn we aangekomen bij de nijlpaardenstal, waar de verzorgers op dit moment druk bezig zijn om de boel schoon en netjes te maken. En ik kan je vertellen, dat gaat niet altijd over rood. We maken de stal winterklaar voor de nijlpaarden. Die gaan straks vanaf maandag, dan blijven ze de hele dag binnen voor de temperatuur. Dus nu scheppen we alle mest en alle hooiresten eruit die afgelopen jaar verzameld zijn in het bassin. En dan hebben ze straks weer schoon vers water voor de hele aankomende winter tot aan de maart of zo. Blijven ze dan binnen. Ja, mensen kunnen straks vanaf maandag hier weer de hele dag naar binnen vanaf 1 uur volgens mij. Dus dan kan iedereen de nijlpaarden zien in mooi helder water. Per locatie hebben wij grote informatieborden neergezet om wat te vertellen over die betreffende locatie. Want het is voor ons als personeel heel erg vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Voor jullie, onze gasten, misschien niet. Ik ben inmiddels aangekomen bij het einde van de backstage tour. Dit was een hele korte rondleiding. Doen we een klein beetje bewust, want we hopen natuurlijk dat jullie allemaal bij ons achter de schermen komen kijken. Zie jullie dan!